Ravage insiste beaucoup sur le fait de ne pas être... Ravage heeft de fascinatie voor royalty. Niet met de blik van de paparazzi, maar vanuit een cultuur-historisch perspectief. Zoals blijkt uit de Napoleon-presentatie in de bibliotheek Paul Marmottan in Parijs. Napoleon is voor Ravage eigenlijk als een taal. Net als Esperanto. Wat ze vervolgens inzetten om zo hun beeldverhaal te kunnen vertellen. Het meest bepalende element dat uiteindelijk alle activiteiten van Ravage verbindt, is de narratief, schrijft Koos Flinterman. Hierin legt het duo zijn artistieke en inhoudelijke verantwoording af. Het is het voertuig voor een verholen, enigszins cynisch commentaar op de condition humaine. Ja, die twee nationaliteiten die ze hebben, werken in Frankrijk en dat doen ze al vanaf 1976, als ik het goed heb. Gekoppeld aan de historische belangstelling van het duo. Ik schrijf ook in mijn stuk dat die belangstelling van hun echt komt uit een kennis over de hele Europese geschiedenis en de Europese dynastieën en hoe dat van invloed is geweest op stijlperiodes enzovoort. En niet vanuit de blik van de paparazzi. Je kan zeggen dat in de gay scene is natuurlijk de prinsjes en prinsessen en kleding en dingen. Maar zij doen het echt zuiver vanuit een authentieke belangstelling voor de geschiedenis. In Nederland is het nog zo dat ze heel erg werkten binnen het modernistische idioom, noemen we maar het Bauhaus-idioom, want de Arnhemse Academie wortelde daar ontzettend in, echt in de modernistische traditie. En naar Frankrijk, of in Frankrijk, zagen ze natuurlijk van iedere hoek van de straat, is het neoclassicisme ervaarbaar. Nou, die twee met elkaar gekoppeld, leverden die enorme belangstelling op voor de geschiedenis. En dan met name het beeld van die geschiedenis, de stijlprincipes. Daarom komen ze dus ook uit bij de Napoleon, die de grondlegger is van dat hele empire. Dus dat is zo langzaam in dat werk geslopen. Dat is eigenlijk waar het begon. En dan krijg je die rare memorabilia die ze maken. Allerlei Napoleon souvenirs, dingen. Dus die Franse context is ontzettend van invloed geweest op hoe het werk zich heeft ontwikkeld. En Frankrijk kent natuurlijk ook een hele rijke artisanale traditie. Daar is nog steeds keramiek en het tableware. Terwijl design hier in Nederland nog steeds wordt ingegeven door, noem het maar het politieke arrangement of het typische oude vorm follows function. Of. Dus heel anders dan in Frankrijk. Petit léger cadet, le roi de Westphalie qui a fait la fête toute sa vie, Louis Napoleon qui est le grand mélancolique, le pré-romantique déjà, un intellectuel, tandis que Lucien était le machiavélique, le politique qui n'a jamais voulu entrer dans le jeu de son frère. Ça, c'est quelque chose qui nous fascine. Et que c'est pour ça peut-être que Napoléon est pour nous une grande source d'inspiration.